Hoe waren deze dagen voor u? Deze dagen waren zwaar, uiteraard, omdat we al zoveel jaren bezig zijn om te komen tot het eind van het proces. Het is natuurlijk extra zwaar vandaag, omdat we dus naast het rangschikken van alle feiten door de auditeur militair weer een extra dimensie hebben kunnen waarnemen. Namelijk dat er vanuit het forensisch rapport duidelijk is gebleken dat meester Baburam doodgeschoten is geworden door de lijfwacht van Bouterse Dijksteel, waarbij gebleken is dus dat het achterdeel van het hoofd van meester Baburam weg is geschoten. Het is natuurlijk erg pijnlijk dit te constateren, omdat de familie van meester Baburam dit zal moeten verwerken weer, voor zover het te verwerken valt. Maar in elk geval is dit wederom een bewijs dat meester Baburam op een lafhartige manier is vermoord. Maar er is wel één positieve opzicht, namelijk dat de auditeur militair op gedegen en overtuigende wijze heeft aangetoond dat de beschuldiging dat de slachtoffers bezig waren met een coup-poging, dat een valse, ik kan het niet genoeg benadrukken, valse verklaring is geweest, valse beschuldiging is geweest, die maar één doel had om de mensen te kunnen oppakken en te kunnen vermoorden. En dat is voor de nabestaanden wel goed om te horen. En ik denk ook voor de hele Surinaamse gemeenschap. En dat is een stukje eerherstel van deze strijders voor democratie en rechtsstaat. Want dat waren ze en niets anders. De auditeur militair heeft ook omstandig aangegeven dat de legerleiding en de groep van 16 zich wel bedreigd voelde. En daar ook mogelijk reden voor hadden, want er waren eerdere coups geweest. En het volk was eigenlijk de militaire beu. Er ontstonden protesten, burgerlijke ongehoorzaamheid zelf. En dat de militairen zich daardoor wel in het nauw voelden. En dat, zoals de auditeur militair het zegt, een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Ja, dat is allemaal waar. Maar dat neemt niet weg dat de conclusie van de auditeur militair even hard is geweest. Dat het een misdaad is om mensen die je hebt opgepakt, waar je ze ook van beschuldigt, om die weerloze burgers, nadat je ze hebt opgepakt, eerst te martelen en dan te vermoorden, dat geen pas heeft. Dat daar geen enkele rechtvaardigingsgrond voor kan zijn. Ook al waren de militairen bang en hadden ze daar misschien wel reden voor, dat het gedrag, namelijk om te plannen om de mensen te vermoorden, na ze eerst vals beschuldigd te hebben, dat gewoon een crimineel gedrag is, een misdaad is. En dat er geen enkele reden is om te zeggen van ja, de mensen hadden niet anders gekund. Het is zij of wij, zoals de hoofdverdachte meerdere keren de samenleving heeft voorgehouden. De auditeur militair is van mening dat van dat verhaal niets waar is. En dat is voor de nabestaanden heel bevredigend. Onredelijk voor een persoon die heeft geprobeerd om de waarheid naar buiten te brengen. Eerlijk en oprecht. Niet staan liegen. Eerlijk op en oprecht. De waarheid. Om dit ding, net zoals de auditeur militair zegt, een plaats te geven. Je zegt altijd dat alle verdachten gewoon de waarheid moeten vertellen. Ja, laat ze eerlijk en oprecht zijn. Laat Bouterse zijn verantwoordelijkheid nemen en vertellen. Wat dat ook, ik ben nieuwsgierig om te weten waarom dit moest gebeuren. Ik vond het verrassend dat hij een beroep deed op de overige verdachten. Ja. En ik denk dat het wel een hele goede zaak is, ook voor hen. Want uiteindelijk zijn het de rechters die straks een uitspraak zullen doen over de zwaarte van de straf of geen straf. En als zij zich nu toch wel beter in de gemeenschap toe zouden opstellen door inderdaad spijt te betuigen en ook eens een keertje de waarheid misschien te gaan spreken, dan zou dat voor de hele Surinaamse gemeenschap een belangrijke stap vooruit zijn.